Hey, Kerstik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En ja, vandaag wil ik even beginnen met dit ding. Want we hebben hier gewoon een groot gravend gat en dat ziet er niet uit. Het zou heel erg helpen als we er dit van konden maken. Het is nog steeds niet heel mooi, maar we moeten gewoon kijken of het mogelijk is. Het ding is gewoon, en dat hadden we in de vorige episode ook al een beetje gezien. Hoe kom ik daar nu op? Moet ik hier weer heen? Zo. Ja, als je hier springt, sta je meestal tussen twee blokjes in. En dan gebeurt er dus dat. En dat is heel jammer. Want de breedte van die kamer is een even getal. Is een oneven getal. En 2 is een even getal. Dus dat werkt niet zo lekker. Maar als we... Nou, kom op. Ik moet er een keertje goed opkomen. Ja, zo. Als we dit doen, dan kan het wel. Maar het kost gewoon een klein beetje meer moeite om dat te doen. En ik ga het heel even proberen. En weet je, voordat we dat doen, ga ik even de coördinaten pakken van dit plekje. Want ik wil waarschijnlijk precies hier een gat naar beneden maken. Dus dat is 3, 4, 44, 14, 21. Op die coördinaten ga ik een gat naar beneden. En dan als ik gewoon snel naar beneden wil komen, dan land ik op dit slimeblok, dus gewoon veilig. En dan kan ik zo sprinten en dan ben ik sneller in de storage room dan dat ik de hele trap op en af loop. En dan doen we dit nog even. Niet te ver, maar wel zo ver mogelijk. Want we willen natuurlijk die extra speed boost krijgen. En ik denk dat we van zouden profiteren als het een ster was. Dus dat doen we even snel. Nog een ander dingetje. Ik moet misschien ook een keer een goede standaard pickaxe maken. Want wat ik nu gewoon gebruik voor alles is Silk Touch. En dat is natuurlijk aan de ene kant een beetje verspilling. En aan de andere kant is het mooi, want ik krijg een heleboel stone binnen waar ik dan mee kan bouwen en zo. En bijvoorbeeld deze stone brick stairs mee kan maken. Maar aan de andere kant is het ook weer jammer, want ik zal jullie even laten zien hoeveel cobblestone ik nu heb. Dit is alles. Niks. Ik heb er 3 chests voor, maar ik heb nauwelijks 1 rij. Dus het begint serieus op te raken en dat is best wel vervelend. Ook als ik ergens ben en ik moet bijvoorbeeld een furnace craften, dan kan het gewoon niet. Want dan heb ik alleen maar van dit soort stone bij me, dus... misschien iets om te doen, gewoon een normale pickaxe maken. Want de enige andere echt goede pickaxe die ik heb, die heeft ook nog fortune. En dat is natuurlijk ook verspilling om gewoon op stone te gebruiken. Dus dat kan. Je moet gewoon wel goed in het midden van het pad blijven. En als we willen, kunnen we dit gewoon breder maken. Ja, weet je, waarom niet? Want nu kom ik soms een beetje tegen de muur aan. Nou, het gebeurt niet vaak hoor. Ja, dus dat is nog iets wat kan. En we kunnen een gat naar beneden graven. Ik ga nu nog heel even oefenen. Kijk hoe goed dat lukt met dat laatste ding. Oké, dat lukt het niet goed. Ik moet gewoon even kijken. We hebben er 4, toch? Even kijken. 1, 2, 3. Oké, 3. Bij de derde moet het dus meteen naar rechts lopen. Ik weet dus niet of je dat in die snelheid, in die korte tijd die je hebt, kan doen. Oké, kom op. Ja, dit willen we natuurlijk ook niet hebben. Is niet zo snel. Nee, hè. Dat wil nog niet echt lukken. Ik denk dus niet dat dat een mogelijke oplossing is. Oh ja, maar dan ziet het er echt heel slecht uit. Nee, daar ging het ook niet. Zo, dan moet het maar zo. Ja, het is heel jammer. Maar het ziet er niet uit. Wat kunnen we daaraan doen? Ja, is er misschien iets waar we doorheen kunnen gaan? Een blokje waar we doorheen kunnen gaan of zo? Nou, ik zou zo snel niks kunnen bedenken. We kunnen het zo symmetrisch maken. Dat kan wel helpen. En ik heb nu wel een beetje een gek idee. Ik ga het even proberen. Ik ga het maar meteen even proberen, anders vergeet ik het straks weer. Wat nou als we hier gewoon een mooie vijver van maken? Het is een beetje een gekke plek ervoor. Maar het kan. Dit haal ik even weg. En dan vervang ik het ook nog even met fences. Gewoon zodat het, zodat het er aan elke kant hetzelfde uitziet. Zo. Ja, dat is weer dicht. Ik denk dat ik in deze chest wel fences heb. Nee, die heb ik niet. Dan moet ik die ook even craften. Zo, een paar dark oak fences. En dan doen we die hier. Dus ik hoop niet dat het water me te veel afremt. Maar dat zou niet uit moeten maken. Omdat... Oké, dat was vreemd. Dat was zeker niet de bedoeling. Ik vond dit ook even met stone. Dat ziet er al iets beter uit. Misschien bedenk ik later nog iets anders. Om dit allemaal mee te bedekken. Dus dan doen we dit. Ja, dat lijkt me goed. En dan doen we even... dat is natuurlijk te hoog. Dan doen we hier even signs. En ik denk dat het minder zou opvallen als we het op die manier zouden doen. Zo. Een sign is nu naar beneden gevallen. Kunnen we er weer opkomen? Ja, oké, zo.
Zo, dat zou het water moeten kunnen tegenhouden. Dan heb ik natuurlijk wel nog een waterbucket nodig. Zo. Ik heb vast wel ergens een bucket liggen. Ja, ik denk dat dat best zou kunnen werken. Want dan maken we er gewoon een soort van vijver van. Het is een beetje vreemd. Het staat nogal in de weg. Maar beter dan zo'n groot gapend gat dat er echt niet uitziet. En dan kunnen er nog stone bricks omheen of iets anders moois. En misschien nog een manier om eroverheen te komen. Nou, je kan natuurlijk prima springen. Ik denk niet dat het nodig is om een bruggetje te bouwen of zo. Oké, die signs en fences zouden in ieder geval het water goed tegen. Dus dit kan. Ik denk dat dit wel zou moeten lukken. En ik ga meteen even naar die coördinaten die ik net had opgeschreven. 344, nog wat. En dat is precies op de plek van deze paal waar we de I hebben staan. Oh, dat is nou jammer. Dat is echt heel jammer. Want ik kan het ook wel ergens anders maken, die plek. Maar bijvoorbeeld als ik het hier maak. Ja, oké, dan moet dat weg. Dat is niet vreselijk. En ik zou het liefst ook dichterbij hebben. Kijken, wat zat hier precies? Er zat gewoon een ster. Ik zou het liefst ook dichterbij willen hebben. En ik zal het wel even uitleggen. Als je hier aankomt rennen, dan wil je natuurlijk gewoon meteen naar beneden gaan. En niet eerst zo, weet je, hierachter moeten gaan. Of hierachter, wat dan ook. Dus dat is niet zo handig. Dus dan moet ik nog even zien hoe we dat gaan doen. Misschien kan ik die ijstunnel. Ik zou die ijstunnel natuurlijk kunnen uitbreiden. Maar dan zou ik er wel langs moeten gaan. En dat is op zich niet erg. Dan maak ik gewoon een bredere ijstunnel. En dat is iets wat ik misschien sowieso al zou doen. En als we dat dan doen, ja, dan gaan we hier gewoon langs. Misschien zelfs, nou niet aan twee kanten. Want je hebt natuurlijk dit wat in de weg staat. Gaan we er daar gewoon langs. En dan zorg ik ervoor dat je ergens, misschien wel gewoon in het midden van de kamer. Oh ja, wacht, we gaan het meteen even testen. Ik ben nog niet echt gewend dat ik dit ding gebruik. En we gaan nog even trapdoors plaatsen. Zo. 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 Ja, dat gaat prima. Je wordt nauwelijks afgeremd door het water. Dus dat is gewoon heel fijn. Dat werkt gewoon goed. En er is niet echt iets heel moois wat we ermee kunnen doen. Gewoon door de vorm. Het is een lelijke rechthoek. Maar dat is dan maar zo. Ik maak nog even wat stone bricks. Want die kunnen we er natuurlijk omheen doen. Zo. En dat helpt wel een beetje. Gewoon even een basis thema. En dan kan ik later misschien nog circled stone bricks of iets anders leuks toevoegen. Of misschien nog wat verlichting. Het is wel licht genoeg, maar dan gewoon voor de sier. Ja, zoiets. Dat helpt al. Dat is al beter. In ieder geval 100 keer beter dan het gapende gat. Dus ja, we zouden hier gewoon de plek kunnen doen om naar beneden te springen. En dan hebben we geen plek meer voor de beacon. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want de beacon, die kan natuurlijk ook ergens anders. Die hoeft niet per se hier in het midden van de kamer te zitten. En voorlopig hebben we hier helemaal geen beacon. Dus ja, voorlopig gaat dat niet uitmaken. Want ik heb nu gewoon de beacon bij de plek waar we Hornet Clay vandaan halen. Dit is niet echt de belangrijkste plek voor een beacon. Dat is gewoon een beetje wat het is. Dus hier zouden we naar beneden kunnen graven. En dat ga ik maar meteen even doen. En nee, dat ga ik niet meteen even doen. Want ik moet eerst even weten tot hoe ver ik moet. Dus dan ga ik eerst weer even naar beneden. En dan begin ik hier wel gewoon met graven. Oké, ik heb nu een beetje vooruitgang gemaakt. We hebben nu overal ijs. En het ziet er eigenlijk verrassend goed uit, dat ijs. Het is gewoon een mooie vloer. Alleen is het niet zo praktisch voor een normale vloer. Omdat je zoveel glijdt natuurlijk. Maar voor zoiets als dit waar je gewoon wil rennen en snel wil zijn, is het hartstikke handig. Alleen we hebben wel een beetje een probleem. Dat we af en toe een beetje moeten zigzaggen. Bijvoorbeeld als ik van hier naar daar zou willen komen, moet je een beetje zigzaggen. Niet dat we dat ooit zouden doen, maar we zouden wel van hier naar storage room gaan natuurlijk. Als je hier naar beneden valt, ik moet nog wel dat gat graven. Komt zo niet zo heel ver. Moet ik hier een beetje langs en dan moet ik daar een beetje langs. En het kan fout gaan. Je kan natuurlijk hier tegenaan komen. En dat is vervelend als je dus snel in de storage room wil zijn. En oh ja, deze sea lanterns. Je ziet al een beetje aan de minecart daar. De minecart hopper daar. Dat is van de farmpjes, om daar wat verlichting aan toe te voegen. Dat was er natuurlijk al en dat schijnt hier gewoon door. Maar dat is prima. En daarom, dat gaf me meteen een beetje het idee om door te gaan met het Prismarine thema. Want ik heb hier ook al een beetje wat vervangen door Prismarine. En ik heb de fences vervangen door cobblestone walls. En dat heb ik hierboven ook al gedaan. En ik denk dat een stuk beter bij het Prismarine past. En dan kunnen we hier ook delen gaan bedekken met Prismarine. Ik ga niet alles met Prismarine doen. Ook omdat het niet echt nodig is.
Maar ook een beetje omdat ik niet zo heel veel Prismarine heb. Nou ja, ik heb wel wat meer, maar ik heb niet zo heel veel Dark Prismarine. En dat is wel iets waar je het mee wil combineren. Oh, dat is niet goed. Dat moet natuurlijk een Furnace worden. En ik heb nu gelukkig wel het Cobblestone. Want dat had ik nodig voor die Cobblestone Walls. Dus kijk, in dit geval kan ik het gewoon craften. Wat ging ik doen? Oh ja, Furnace. Kan ik gewoon een Furnace craften. Maar door die Silk Touch Pickers heb je soms gewoon geen Cobblestone. En dan kan je gewoon niks craften. Dat is best wel vervelend. Oké, okay, doen we even dat. Misschien dat ik het later door Melons vervang. Dat zou eigenlijk een stuk beter zijn. En dan bezoeken we ook weer een keertje die Melon en Pumpkin Farm, waar we niet zo vaak zijn eigenlijk. Want dat past ook gewoon beter bij het Prismarine. Want dit is ook een beetje groen, net als Melons. Pumpkins zouden echt niet goed passen. Maar Melons kunnen gewoon. Obsidian zou ook nog kunnen, maar dat vind ik zo. Het is veel te donker eigenlijk, ziet er niet uit. Oké, dus we hebben hier Cobblestone Walls en we hebben Fences. En daarmee ga ik eerst wat anders doen. Want we willen nog proberen te voorkomen dat je keihard tegen de muur botst hier. Zoals dit. En dat je daardoor langzaam gaat. Kijk, het is natuurlijk simpel om de uitgang gewoon drie blokjes breed te maken. Maar dan kan je deze trap niet meer gebruiken. Wat we wel zouden kunnen doen, is dat je hier wat pistons aan vastmaakt. En dat je dan deze twee naar achteren trekt. En die twee natuurlijk ook. En dan deze blokjes, nou, die kunnen we ook meenemen. Maar zou op zich niet nodig zijn. Maar dat zou kunnen. Gewoon 6 pistons gebruiken. 6 sticky pistons. Dat zou ook leuk zijn. Heb je meteen een soort van deur. Dan moet je ergens een tripwire hebben. Of een pressure plate. Want je kan hier geloof ik gewoon pressure plates op plaatsen. Omdat het packed ice is. Dus dat zou cool zijn. Maar dan blokkeer je deze chests. En het is maar de vraag of we dat willen. Maar we kunnen ook hier een openingetje maken. Want dit behoort dan... ja, weet je, als we deze drie weg zouden trekken, zou dit al helemaal open zijn. Dus dan zou je er alsnog gewoon bij kunnen. Dus dat is echt wel een optie. Dat kan gewoon. Maar ik wil eerst even iets veel makkelijkers proberen. Dus dan laten we dat allemaal dicht. We bedekken zo de minecarts. Dit waren stone bricks. Zo. En dan wil ik even wat testen met de hitboxes van deze dingen. We hebben hier cobblestone walls. Je zit hier net... ik kan even op de coördinaten kijken. Je zit hier zitten we op de Z. Als we in het midden gaan staan, zitten we op Z 14, 21 en een half. Maar dat krijg ik nu niet echt perfect. 21 en een half. Als we hierin gaan, zie je dat we op 59 komen te staan. En onthoud het getal even. Want als we zo komen, komen we maar op 700. Dus dat betekent dat we op deze manier ietsje meer naar die kant komen te staan. Dus ik dacht dat we daarmee misschien een soort van systeem konden bedenken. En hier kom je, ja, hier kom je zelfs naar de 1422. Dus ja, je kan nog wel vast blijven zitten natuurlijk. Dat is het probleem. Maar ik dacht dat het misschien zou helpen om zo de speler een beetje de goede kant op te leiden. Maar het ziet er ten eerste niet zo heel mooi uit. En ten tweede kan het zelfs nog misgaan. Ook al heb je dit hele gedoe opgesteld. Dus zo. En we blokkeren natuurlijk die lamp. Maar dat hoeft helemaal niet. Natuurlijk hoeft dat niet. Want je hoeft het maar op één van de twee blokjes te doen. Want zo wordt het ook geblokkeerd. Net zo goed als dat ik dit doe. Dus het kan in ieder geval veel mooier op deze manier. Laten we het dan ook gewoon op die manier testen. Zo. Ja. Dan word je gewoon iets beter geleid. Ik ga nog even testen vanaf dit punt. En dan zouden we het hier ook kunnen doen natuurlijk. Ja, ik test even vanaf dit punt, want dit is het punt waarvan het echt gebruikt gaat worden. Ja, het zou misschien wel een beetje kunnen helpen, want het ding is, als je hier vastkomt, ja, dan heb je gewoon een probleem, dan loop je gewoon echt vast. Dus dat is, voor zover je weet, niet echt op te lossen. Tenzij ik nog een blokje ben vergeten. Misschien die nieuwe end rods, maar we zitten nu nog niet in een snapshot. Ik ben wel naar 1.8.8 gegaan, die update heb ik gewoon helemaal gemist, maar dat schijnt een goede keuze zijn om te upgraden. Maar kijk, ja, hier kan je dus helemaal vast zitten. Ik weet nog geen blokje om dat op te lossen. Maar als je hier vast zit, kom je er makkelijk uit. En als je hier vast zit, kom je er ook makkelijk uit. Dus ik denk dat het best wel een beetje zou kunnen helpen. Oké, zo. Ja, het gaat nu in ieder geval een stuk beter. Het zou ook wel leuk zijn om dat met de business te proberen. Maar het ding is dat ik waarschijnlijk niet true slime blocks heb. Of slime balls. Dus dan ga ik heel even kijken. Als ik ze hier gewoon heb liggen, dan weet je, dan kan ik het net zo goed doen. Nee, ik heb ze hier niet liggen. Ik heb ze in de vorige heb ze natuurlijk allemaal opgemaakt. En ik ga er even naar beneden graven. Het zou kunnen dat ik ze in de redstone chest heb gedaan. Ja, daar kwamen we ook weer even vast te zitten.
Hier ergens in de redstone chest. Ja, ik heb 3 hele slime balls. Dus we zouden het deels kunnen doen. Of misschien moet ik gewoon even wat slime balls halen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ga eerst even wat doen aan de rest van deze kamer. Even wat prismarine toevoegen. Voor zorgen dat dit er allemaal een beetje goed uitziet. En hier moet natuurlijk ook een slime look komen. Dus ik denk dat ik maar gewoon naar de zand moet gaan. En dan haal ik even weer een stuk of 30 slime balls. Daar kan ik dan weer even mee. En kijk, hier kunnen we weinig aan doen eigenlijk. Hier ga ik waarschijnlijk wel gewoon dat met die cobblestone walls voortzetten. Want dit kan ik moeilijk met pistons oplossen. Want dit zijn natuurlijk allemaal blokjes die je niet met pistons kan verplaatsen. Dat is juist het hele idee dat die furnaces hier zijn. Dus ja, dat is gewoon even jammer. Dan moeten we hier gewoon goed opletten en er goed langs rennen. Maar hier kan ik het best wel fixen. En het is ook meteen een leuk redstone projectje. En het ziet er uiteindelijk grappig uit als je gewoon zo'n deur hebt die dan open gaat. Ja, dus ik ga eerst even een paar kleine dingetjes hier doen aan het thema. En ja, dan gaan we hier, ga ik hier een slime block plaatsen. En dan doen we ook meteen die pistons. Oké, ik ben terug uit het slime biome. Dat is wel wat voor ons is geworden. De enige reden dat we in het swamp biome komen is om slimes te halen. Maar ik ben dus terug uit het swamp biome en ik had 55 slime was. En ik heb nu een paar gebruikt voor een slime block en 6 sticky pistons. Maar, oh ja, ik heb hier nog wat aan het design gedaan. Het is een soort van spiraal. Dat zou je zo misschien niet zeggen, maar gaat zo in een soort van spiraal patroon. Nou, hier stopt het al eigenlijk. En ik heb zeg maar 2 spiralen door elkaar gegaan. Want hier heb je ook nog een spiraal. Die gaat dan zo. En dan gaat die daar nog door. En dan stopt die. Dus omdat die 2 zo door elkaar gaan, heb je hier een soort van hebben we hier een soort van patroon gekregen. En ik ga misschien nog wat aan de muren doen. Aan het plafond kan ik niet heel veel doen. Want daar willen we allemaal trapdoors hebben. En ik geloof dat we nu een probleem gaan hebben met trapdoors. En dat is best wel vervelend. Even kijken. Ja, want ik kan hier geen trapdoors op plaatsen. Hier kan ik ze wel doen. Ah, dat is heel stom. Ja, dat is onhandig. Dus als je de extra snelheid wil, dan moet je echt aan de zijkant. Maar ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat in 1.9 mogelijk is om trapdoors gewoon hier in het midden te plaatsen. Maar weet je, dan laat ik die trapdoors voor nu even. Het is ook, je gaat sowieso best wel snel. Of je nou trapdoors hebt of niet. Dus maakt het niet heel veel uit. Dus die trapdoors laten we voor nu even. Nou, dat is wel jammer dat ik niet eens aan gedacht. Maar ja, ik wil natuurlijk wel deze breedte houden. En dat hebben we nu al allemaal gedaan. En het is ziet er een stuk beter uit. En het is natuurlijk fijner voor voor de bochtjes en zo die we maken. Omdat we soms moeten zigzaggen. Oké, dus daar komen de pistons. Hier 3. En oeps, hier komen er ook 3. We moeten nog even kijken hoe we dat allemaal gaan bedekken. Deze redstone die we nu gaan toevoegen. Want het ziet er waarschijnlijk niet heel mooi uit. Oké, zo. En hoe kunnen we dat het beste power geven? Ik denk dat als we, wacht, is het niet zo dat als ik hier een repeater doe dat ze dan alle 3, nou waarschijnlijk niet, want een piston is een piston telt niet als een volledig blok, dus die geven dan het redstone signaal niet door, wat best wel jammer is. Anders zou het wel heel makkelijk werken. Oké, zo, even wat torches en dan maken we wat repeaters. Ja, het is ondertussen alweer een tijdje geleden dat ik echt redstone heb gedaan. Het is natuurlijk, ja, bij de Let's Build hebben we wel redstone gedaan, maar dat zijn allemaal command blocks. En ik vergeet bijna te eten. Zo. En dan maken we even een lever. Dat is ook nog iets waar ik cobblestone voor nodig heb. Dus uiteindelijk is mijn voorraad zeg maar gewoon op. Oké, dit werkt niet. Nee, gaat alleen die ene. En, oh, dit is natuurlijk niet wat we willen. Want we willen zo nog 1 blokje naar achteren. Natuurlijk. Want anders zou het niet zoveel zin hebben. Zo. En dan komt hier dus waarschijnlijk nog een muur. En dat is, dat kan. Het kan best, maar ik hoop niet dat het te veel van de kamer blokkeert, zeg maar. Dat zou wel jammer zijn. En dan moet ik hier nog wat weghalen. Zo. En dus het maakt helemaal niks uit dat het die chest blokkeert. Nee, dat is het probleem in ieder geval niet. Nou, wat we dus ook kunnen doen, wat ik al van plan was, dat is dit. En dan moeten ze eigenlijk niet verbinden, maar dat kunnen we fixen door dit te doen. En als we dit blokje dan power geven, dan gaan ze als het goed is, nee, moet het wel goed plaatsen, gaan ze als het goed is alle 3 af. Ja, perfect. Dat is wat we willen. En wacht, zie ik die ster nou veranderen? Oh wacht, dat moet ik hier wel houden.
maar ik wil ook graag hier nog bij kunnen. Voeg ik even wat redstone wire toe, zo. En ja, dat blijft nog wel werken. Zoiets. Dan kan ik het even wat beter testen. Volunty. Oh, dat werkt niet meer. Oh ja, tuurlijk. Ja, want als ik het op die manier doe, dan is. Ja, oké, dan is dat blokje niet meer gebouwd en dan wordt dat ook niet meer gepowered. Dus het moet wel echt een beetje op een aparte manier gedaan worden. En de redstone moet natuurlijk hier ergens onder samenkomen, zodat het naar een pressure plate kan gaan. Maar ja, het leek alsof ik de ster zag veranderen. Ja, je ziet ze ook een beetje veranderen. Maar dat hoeft toch helemaal niet, want ze hoeven geen cornerstairs te worden. Maar ja, dat is denk ik gewoon de animatie van zo'n ster. Oh ja, en je ziet de business wel, hè. Ja, je blijft altijd dit kleine stukje zien. Wat kunnen we daaraan doen? We kunnen er een slime block voor plaatsen, maar het is niet dat er veel beter uitziet, eigenlijk. Dat helpt nog niet zo heel erg veel. En ik vind het een beetje verspilling van de slime block om nou voor een kwart blokje te gebruiken. Dus dat laten we dan gewoon zo en dan moeten we daar maar mee leven. Maar ja, ik ga dit in ieder geval even ook aan de andere kant doen. En dan verbind ik ze ook samen. En dan ben ik zo weer terug. Oké, de twee setjes pistons zijn nu verbonden. Ik heb hier maar gewoon een torsionder gedaan. Dat werkt tenminste wel. En hier heb ik redstone. En zo zijn ze verbonden. En dan komt hier nog ergens een... ik heb de pressplate al geplaatst. Komt hier een redstone waaier onder. En dan zou dat gewoon moeten werken. En dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. En dit lijkt me ook niet meer dan 15 blokjes. Dus... ik denk dat het nu gewoon goed is. En ik dacht nog over na wat we hierin op zouden kunnen doen. Er moet sowieso nog een soort muur voor. Daar moet ik ook nog even over nadenken. Want het mag natuurlijk niet te veel van het pad hier blokkeren. Maar als je dit doet, is het al best wel moeilijk. Dus we hebben onszelf niet heel veel ruimte gegeven met deze storage room. Maar ja, ik wist natuurlijk ook niet van tevoren dat ik dit ging bouwen. Hier moet nog even iets leuks. Ik denk gewoon... stone bricks, dat is in ieder geval beter. Misschien wordt het later nog iets van prismarine. Maar het ding is gewoon dat je geen prismarine stairs en slabs hebt. Dus dat is soms een beetje lastig. Oké, dus daar gaan we dan. Stel, we komen aanrennen. En dat werkt. Ja, dus nu kan ik gewoon lekker aan de... zelfs gewoon aan de zijkant rennen als ik me over die pressure plate heen ga. Dan is het misschien ook wel handig om gewoon drie pressure plates te plaatsen. Waarom niet? Dan kan ik gewoon volledig aan de zijkant rennen als ik dat wil. Dat... is dan gewoon nog makkelijker. Dan kan het niet fout gaan. En het voordeel, nog een voordeel van Packed Ice is gewoon dat het niet transparant is. Dus het is ook niet dat we alle redstone er doorheen kunnen zien. Wat je wel een beetje hebt bij normaal ijs. Dus dat is ook nog eens fijn. Pressure plates. Zo. Dus we kunnen nu gewoon eenmaal vanaf deze kant aankomen rennen. Lekker aan de zijkant plakken. En dan is het geen probleem. We springen natuurlijk wel. Maar ik geloof niet dat het mogelijk is om er overheen te springen. Omdat je maar letterlijk een paar centimeter boven de grond uitkomt. Dus dat gaat prima. Ja, ik ben er best wel blij mee. Blij dat ik dat toch nog even heb gedaan. Oké, ik heb ondertussen weer wat vooruitgang gemaakt. Hier zijn wat cobblestone walls die ik heb toegevoegd. En... oh, dit is jammer. Ah, dat is echt jammer. Kijk, hier bij de pistons en de... en ja, hier dit airblokje met wat redstone eigenlijk. Daar verbinden de... komt zo'n wals niet aan, dus dat ziet er best wel goed uit eigenlijk. Het is gewoon eenvoudig, maar dat zorgt ervoor dat je bijna niet merkt dat het er is. En dat is in dit geval eigenlijk wel iets goeds. En hier zijn ze weer heel duidelijk aanwezig. Dus dat is dan wel jammer. Dus ja, er is vast wel iets wat we daaraan kunnen doen. Gewoon een blokje erachter plaatsen waar... komt zo'n wals niet aan verbinden. Ik weet nog niet zeker wat we zouden kunnen doen. Iets wat niet zou opvallen. We hebben natuurlijk cobblestone stonebrick stairs. En oh ja, hier gaat ook iets mis. Daar kan ik ook wel een furnace of een melon plaatsen. Die melons moet ik nog even halen. Dat zie ik hier op liggen. Maar ja, iets wat niet zou opvallen. Ik weet nog niet zeker wat, maar dat moeten we dan maar zien. En kijk eens, hier zijn nog even wat inksacks. Ik heb hier gewoon een squid farm. Hier belandt af en toe een squid en die gaan dan dood. Dus af en toe wat insects erbij. Er was nog iets wat ik wou zeggen. Ik ga hier nog even naar beneden. Zo. Ja, hier wou ik dus eigenlijk geen slime block doen. Maar, omdat ik geen slime blocks had, had ik hier gewoon even water gedaan. Maar dat is misschien eigenlijk wel beter. Want als je op een slime block landt, dan moet je de spatiebalk indrukken.
Zodat je niet meteen weer naar boven gaat. Want hier is het niet het doel om op en neer te springen. Het doel is gewoon om zo snel mogelijk naar die kamer te komen. En als je dan per ongeluk vergeet om je spatiebalk te drukken, dan ga je de lucht weer in en het kost allemaal tijd. Dus daarom denk ik dat ik dit water gewoon ga houden. Want het is gewoon handiger. Dus dit slimeblok doe ik dan in chest en gebruik een keertje niet. Ja, hier waren ook nog een paar dingen. Ik heb er dus wat sters toegevoegd. En het ziet er eigenlijk best wel cool uit. Als de pistons zijn samengetrokken, dan zie je dat er nog tussendoor. En dat maakt helemaal niet uit. Het past wel een beetje bij de Leaf zelfs en bij de Prismarine. Dus dat is cool. En ik heb hier nog gewoon even iets simpels gedaan om de redstone te bedekken. Het valt nu best wel mee hoe erg het zicht blokkeert. Want ik heb er gewoon een soort van uitbreiding van de trap van gemaakt. Dus het is geen lompe muur die in je gezichtsveld staat, maar het is nu gewoon een trap en dat werkt een stuk beter. En die chests, die moet ik op een gegeven moment nog omdraaien, maar er zitten allemaal spullen in en mijn inventory zit vol, dus dat ga ik nu niet doen. Ja, ik ga wel nog even naar de melon en pumpkin farm bij de village om alle furnaces te vervangen met melons. Dat doe ik even off camera en dan laat ik even zien wat we dan hebben van dit project. En oh ja, dit was tijdelijk. Die liever, die kan ik weer ook weer weghalen. Ja, het ziet er niet eens zo heel slecht uit met de pistons. Oké, die haal ik even weg. Ja, en dan zijn we zo ongeveer klaar met dit projectje. Ik wil alleen nog even wat Prismarine hier aan toevoegen. Maar dat doe ik in een andere episode. Want er is nog iets anders kleins wat ik nu wil doen. Oké, ik kan nog wat meloenen liggen in het chest. Ik had zelfs een hele stack, dus dat is fijn. Maar ik weet nou niet zeker of ik het er beter uit vind zien. Ze zijn toch veel groener dan dat ze geel zijn. En daarom passen ze eigenlijk echt niet bij het Prismarine. Hé, kijk, daar heb ik nog een melon die ik heb gesloopt. Zo, ja. Ik denk dat ik het uiteindelijk toch ga veranderen. Maar ik laat het gewoon voor nu even. En er was nog iets. Ik ben nu weer vergeten. Oh ja, ik zal het nog wel even laten zien. Als je de tunnel uitrent, zijn deze dingen natuurlijk heel handig. Maar als je erin rent, zouden ze ook wel handig kunnen zijn. Dus we kunnen hier nog een set persiplates doen. Ze zijn niet absoluut noodzakelijk, want als je hier rent, dan ga je niet vreselijk snel omdat je geen eyes hebt. Dus je kan makkelijk sturen. Je kan makkelijk zo sturen dat je zeg maar in het midden komt. Dus het is niet echt nodig. Maar het zou kunnen. En een ander ding is dat ze natuurlijk ook aangaan als je er al voorbij bent. En dat is een beetje nutteloos. Maar het maakt ook niet heel veel uit. Op een gegeven moment ben je ook zo ver weg dat je het pissen geluid niet meer hoort. Van dat ze weer dicht gaan. Dus daar merk je echt heel weinig van. Want het gebeurt gewoon achter je rug. Dus ja, dat is dit projectje voor deze episode. Die melons ga ik echt uiteindelijk weer verwijderen. Want ze zijn veel te geel. En nou, dan pak ik nu nog even wat blokjes erbij. Ik heb al wat hout, maar ik pak misschien nog wat sters en zo. En dan ga ik eindelijk eens dat bruggetje bouwen. Over het riviertje voor ons huis. Ja, er komt. Kijken. Ik denk dat ik hier een bruggetje doe, want dan kan ik meteen makkelijk naar de boot dispensen en dan kan ik gewoon op weg. Oké, ik heb besloten om in plaats van hout stone en stone bricks te gaan gebruiken. Want zoals ik al vaker zeg, gebruiken dat dark ook wordt veel te veel. Dus ja, om dan ook nog een brug van te bouwen vind ik een beetje te veel van het goede. Ja, dus hier komt die. Denk tenminste wel dat dat de beste plek is. Ja, want ik wil niet snel bij de boot dispenser komen. En ik zag net iets best wel cools. Ik stapte net per ongeluk twee keer op de perserplate. En als je dat doet, komen er twee boten uit. En dan heb je zo'n soort van stack van boats. Dus ik dacht, dat is misschien wel handig. Dan pak ik de bovenste. En wat gebeurt er dan met de onderste? Dat was hem geloof ik. Maar hij vliegt een of andere kant op. Dus dat is wel jammer. Nou ja, hier kan je natuurlijk ook nog gebruiken. Maar het leek me wel cool om gewoon een stapel boats te hebben. En er dan eentje vanaf te kunnen pakken. Maar dat is dus helaas niet het geval. Misschien wel op een andere manier. Het is vast wel mogelijk. Oké, hier even in de hopper. En dan, ja, hij zit nog bijna helemaal vol. Dus hoeft niet echt bij te vullen. Oké, dus dat is het begin van de brug. Ik kan ook nog wat sters gaan toevoegen. Ja, dus ik ben heel simpel begonnen. Want het hoeft ook helemaal niks speciaals te zijn. Gewoon even een kleine brug. Het belangrijkste is gewoon dat we een manier hebben om naar de overkant te komen. Dus dit ziet er op zich al prima uit. Zo, hier misschien nog wat anders. En dan moet er nog een soort railing komen. Ik heb ook een heleboel chisel stone bricks. En die zijn natuurlijk ook wel handig om zoiets als dit mee te doen. Zo, en dan ook helemaal naar beneden. Doe ik dat ook nog even aan deze kant. En dan kan ik daar
kom wel zo'n walls tussen doen, zo. En dat kan ook hier, alleen wordt het wel een beetje anders daar. Moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Oké, hoe ziet dit eruit als reling? Ja, dat gaat eigenlijk wel. Het is nu, de brug is misschien een beetje te grijs nu. Ik had ook nog wel wat dingen van hout, maar ik denk niet dat ik dat er al te goed in kan mixen. Want het is natuurlijk op een hele kleine schaal. Maar misschien is er nog wel iets anders van kleur wat ik kan toevoegen. Maar weet je, dit zou gewoon het eindproduct kunnen zijn. Ja, het is gewoon een prima brug. Ik hoop niet dat die te veel van het zicht blokkeert. Het is wel een beetje te grijs. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus heel misschien als we hier wat fences met torches doen. Misschien wordt het dan beter. Of misschien weet ik later nog wel wat anders om hier wat kleur in te brengen. Want dat is wel iets wat ik een beetje over het hoofd heb gezien. Maar ja, ik ben in ieder geval blij dat we iets anders hebben gebouwd dan... dat we van iets anders hebben gebouwd dan dat saaie Dark Oakwood. En we kunnen hier... Oh ja, tuurlijk, we moeten er wel onderdoor kunnen varen. Het zou tenminste handig zijn. En ik sloop allemaal dingen die ik niet moet slopen. Weet je, ik ga het straks heel even testen. Eerst even deze ster vervangen, want ik denk dat ook wel een beetje helpt met hoe het eruit ziet. Ja, dat is wel beter. Weet je, dat ga ik even testen. Ik denk dat het wel lukt, maar dat we alleen een beetje damage krijgen. Tenzij de boten kapot gaan op die slabs en dan hebben we echt een beetje een probleem. Oké, het moment van de waarheid. Als het niet werkt, is het niet heel erg, want ik zal er niet heel vaak... Ah, dat gaat gewoon. Dat gaat gewoon. We krijgen niet eens damage, want het zijn slabs boven ons hoofd en fences. Oh, dat gaat prima. Kan makkelijk onder die fences, onder die slabs door, dus dat is geen probleem. Maar als het niet zou werken, zou het ook niet heel erg zijn, want het is nou ook niet heel vaak dat ik vanaf die kant naar die kant ga. Oké, dat keer ging het wel fout, want ik kwam hier tegenaan. Dat moet het natuurlijk niet hebben. Het blijft wel heel smal natuurlijk. Maar het is niet vaak dat ik vanaf deze kant daarheen moet. Want meestal als ik bijvoorbeeld hier vandaan kom, dan wil ik gewoon naar de base. Dus dan, weet je... Ga ik gewoon de kant op. En als ik daar vandaan kom van een swamp of ja, iets in die richting. Dan wil ik het liefst ook gewoon naar mijn base. Het komt niet vaak voor dat ik hier langs moet. En dan kan ik desnoods nog een ander pad nemen of zo. Of natuurlijk gewoon uitstappen. Dat is ook altijd een optie. Maar ja, dat is dan ook meteen alles voor deze episode. Ja, veel gebouwd. Ook weer wat redstone. Ja, daar ben ik heel blij mee. Het is best wel goed gelukt met de elevator en met de pistons die we daar nog aan hebben toegevoegd. En het begint er nu ook steeds meer uit te zien als iets moois ook, de elevator, ook met deze toevoeging. Ik moet nog even iets anders zoeken dan signs om het water omhoog te houden, want er is vast wel iets beters. Ik kan er alleen niet op komen. Maar ik dacht altijd dat je met buttons water omhoog kon houden, maar dat werkt blijkbaar niet. Want anders konden we gewoon stone buttons gebruiken en dan zie je bijna niet dat er iets zit om het water omhoog te houden. En dat is dan toch wel wat beter. Maar dat werkt niet. Die buttons spoelen gewoon weg. Maar er is vast nog wel iets anders wat ik over het hoofd zie. Wat we daar voor zouden kunnen gebruiken. Maar ja, dat komt wel later wel. Ik ga nu alleen nog even de abonnees opschrijven. En dan ga ik de episode afsluiten. En ik was er bijna vergeten. Maar we kunnen nu natuurlijk ook dit sign weghalen van die brug. Dus ja, langzaam maar zeker maken we wat dingetjes af van de to-do-list. Ja, sommige dingen zijn we gewoon aan begonnen. Bijvoorbeeld chestroom, paardenstal en de treinrails. En hier hebben we natuurlijk ook al de vloer van gedaan, alleen nog geen plafond. Dus ja, heel veel van deze dingen heb ik gewoon al deels af, maar nog niet helemaal. En daarom is hij nog zo heel erg vol, de to-do-list. Maar ja, als jullie nog suggesties hebben, er is ruimte. Alleen duurt het natuurlijk wel even voordat ik eraan ga beginnen. Tenzij het echt iets is... Wat echt nu moet gebeuren of wat dan ook, of iets waar ik heel veel zin in heb, dan doe ik het natuurlijk eerder. Maar ja, dat was ik bijna vergeten, maar ja, voelt goed om nog eventjes iets af te strepen, zeg maar. Oké, ik wil voor deze episode DT Vlogs, Lucas P, Tim V, Megapower, Rashan Mac, Ender Fleur P, Sietse IDG, Sabrina de C, René V, BVA 174, Owen P, Samuel T, Lars van B en Basira Machal heel erg bedanken voor het abonneren. Dus ja, dat was deze episode. Veel gebouwd, ook weer wat redstone. En ja, we krijgen dingen af van de to-do-list en dat is ook heel fijn, want die lijst hangt er al een hele tijd helemaal vol. Maar dat betekent niet dat jullie geen suggesties kunnen geven natuurlijk. In de volgende episode, misschien het station, misschien de paardenstal. Of misschien wel heel iets anders. Maar ja, dat zien we allemaal later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.